gaat hij. Spits. Aiken! Oh, nee! Hij gaat niet door, joh! Strijders, welkom bij een nieuwe video. Dit keer met top talent Levi de Weert van Vitesse. Welkom. Ik weet ook Jens, welkom. Hebben jullie die video nog niet gezien? Ja, jongens, hey. Hebben jullie die video nog niet gezien? Jongens, ga die even checken. Maar vandaag is de beurt aan Levi. Yes. Oké, de beurt aan nummer 2. Nou ja, yes, nummer 2. Oh, de ander. Levi. Ja, ik ben benieuwd. Laat je het team even zien wel. Je was er net aan het klooien. Maar nee, vertel jij. Ja. Je hebt hem zelfs gewoon als linkshalf op rechtshalf staan. Ja, maar je vindt hem wel waard. Ja, fenomeen. Op de zijkant sowieso. Verder, op de zijkant zie ik normaal niet heel veel aan de bal en zo. Dus. Maar bij, bijvoorbeeld, ik gebruik nu Mbappé en Mane op de zijkant. Maar door hun kracht en snelheid merk ik wel gewoon dat ze echt een meerwaarde hebben op de zijkant. Wie heb je waar? Eigenlijk maakt het niet uit. Chris in de spits. Ik bedoel, heb je Mbappé link? Ja, en hem op rechts. Maar soms wissel ik het ook nog wel. Ja, het maakt niet veel uit. Nee. Bij de Feaster Weakfoot en bij de rechtspoot. Dus daarom, echt een... ja, alleen hij heeft 5-star skills. Ja, oké, okay, maar ja. Ja, een beetje elastico naar binnen, naar buiten, naar buiten, naar binnen, maar ja. Ah, lekker teampje. Nog wel een stukje minder dan die van Jens. Ja, maar ja, verschil moet er zijn. Hoe komt dat? Gewoon minder geld erin of nog minder packluck dan Jens? Ja, ik denk dat ik misschien nog minder packluck heb, maar ook iets minder geld erin. Hoor. Ja, en alles wat je koopt daalt gelijk. Ja, dat is echt zo. Ja, dat is echt niet normaal. Hier voor 1.4 gekocht is nu 1 miljoen waard. Ja, terwijl je net een paar weken... Ja, 760k is nu misschien 600k of zo. Oh, ja, dat is heel herkenbaar. Tja, kan gebeuren jongens, helaas. Langles zien we vaker de laatste tijd en iedereen is ook heel... ik vind hem zo goed. Ik vind hem misschien wel beter dan Van Dijk nog, hoor. Dat is gestoord, man. Ik wil hem ook eigenlijk helemaal niet wegdoen. En het is ook gewoon chill voor die strongling naar Ter Stegen. Dat is zo chill, ja. Dat is zo chill, ja. Want ik heb zelf Militao. En hij gebruikt hem niet omdat hij roze schoenen heeft. Dus dat vindt hij irritant. Ja, ik vind dat zo chill. Maar voor deze die jij hebt van die dingen, joh. Jij bent echt... Ik moet hem op de bank hebben, hoor. Deze man. Ja? Ik heb 135 potten met hem gespeeld. Ziek. Maar we allemaal invalbeurtjes, denk ik? Of? Ja. Geen nee, idee. Ik heb, heb 30-0 met hem gehaald. Wat heb je voor glitchpoppetjes op je bank allemaal? Hij ook. Luke Bakio. Ja, die komen soms in een friendly, zoals ik tegen vrienden speel. Oh, dit is jongens, echt geweldig. Walking, oh ja, linkspelletje Kanté, ja. Sissoko heb je net nieuw natuurlijk, sinds vorige week. Man, die weet ik en de kijkers nu ook wel min of meer dat hij gewoon heel goed is. Sissoko, ben je ook blij mee? Ja, prima. Ja, ik kan niet echt voetballen of zo, wat ik normaal wel nodig heb. Maar in die gameplay waar wij in spelen, kan niemand voetballen dus. Ja, en het voetballen kun je er nog enigszins aan belang overleggen. Want die heeft ook gewoon goede finishing. Dat viel me toen op. Dat had ik totaal niet verwacht. Je hebt gewoon 86 finishing. Dat is toch gestoord? Ja, mensen onderschatten dat echt. Hè. Ja. Maar dat is met heel veel dingen zo. Mensen, ook Messi's rechtervoet, ze gaan altijd linkervoet aan. Ja, dat valt ook echt heel erg. Ik ga gewoon 9 van 10 keer naar zijn rechts en dan kan ik gewoon scoren. Dat zien we inderdaad in de Eredivisie ook veel gebeuren. Dat je gewoon, mensen kappen naar die rechter, ja. Dan is het ook gewoon vaak raar. Ze verwachten het gewoon niet. Ja. En inderdaad, dit is toch wel grappig. Ik noemde het net eventjes, maar vertel even over Cristiano Ronaldo op. Niet op team chemistry, maar met motor. Ik heb gewoon het gevoel, ik heb hem ook op team chemistry gebruikt, maar dan met de andere chemistry stijl. Ja. En ik heb gewoon het gevoel dat hij met motor echt zoveel beter, het kan in mijn hoofd zitten, maar hij voelt gewoon heel anders aan en zo. Want als je gaat kijken naar welke dingen er verbeterd worden, natuurlijk snel een klein beetje. De belangrijkste dingen zijn agility, wat gewoon bij hem het minst is, en zijn passing. En dat wordt gewoon door motor wel geboost. Ja, die passing inderdaad, dat is een bekend iets bij hem, dat zijn passing minder is. Een shooting hoeft ook echt totaal niet te worden geboost. Nee, precies. Die man prikt alles. Ja, is echt zo. En fysiek hoeft ook, is ook helemaal niks aan de hand. Zijn kracht voelt het vaak nog wel wat hoger aan. Ja, klopt. Ja. Maar dat is gewoon iets wat Cristiano gewoon in zich heeft, gewoon door het spel. Ja, klopt. Beetje mee eens. Ja, aan het begin van het jaar heb ik zoveel op hem gehaald. Ja, daar die vissen verklaarden me voor gek en zo. Wij twee zeiden, die man die is even goed als een bronzen. Echt zo. Maar nu gebruik ik hem met motor, nu vind ik hem gewoon echt hard. Maar dat kan ook toch in de game ook veranderen. Dat, na zo'n patch. Ook, of... Na die patch. Oh, ja, dat sowieso. Want eerst waren finesse shots zeg maar echt keihard. Mm-hmm. En dan zijn finesse shots niet bijzonder of zo. Dan zijn die van Messi echt veel beter bijvoorbeeld. Ja. Maar nu zijn... Ik ben er gewoon gestopt met finesse, want hij staat op de paal. Dus. Je moet gewoon strepen korte hoeken. Ja, inderdaad. Ja, dat is het gewoon. Messi is wel echt de enige die nog kan finessen, zeg maar. Ja, echt zo. Ja, mooi man. Nog, wil je je rechtsback nog upgraden of zo? Van Dijk heb je ook niet op full camp. Ja, op zich. Ik speel nu 3 weekenden hem gewoon met dit team zowat. Alleen dan Sissoko en Mandy. Ja. Eigenlijk hoef ik helemaal niks up te graden. Speelt zo lekker gewoon. Oké, nou chill. Heb je ook veel op de bank staan dan zeker? Of? Nee. Dat valt er mee. Ja, komt omdat deze en deze had gedaan. Het enige wat ik zou upgraden is misschien deze naar 88 Vieira of zo. Oh ja. Maar ja. Houd dus nog even. Ja, dat is een milli erbij of zeg, iets meer. Maar goed, als het net zo mee zit als bij je grote vriend, dan. Het zal eens. Ik ben benieuwd. Het zal eens.
Het is je gegund in elk geval. Een mooi Vitesse logo. Je spreekt met Vitesse shirt? Nee. Kan ik niet. Maar. Die zwart-geel en dan die witte broek. Soms krijg je zo'n glitch. Dan krijg je gewoon een witte nu, zeg maar, tegen. Oh ja. Terwijl je gewoon een eigen instel. Want Renzo heeft daar ook best veel last van. Ah ja, dat zeg ik dan. Ik heb gewoon traden mee. Tuurlijk. Ik switch ook echt om de 2-3 weken van mijn kids. Ja, ik vind het ook wel lekker. Een beetje te verversen of zo. Gewoon even wat nieuws. Klopt. Ik heb gescoord. Zo jammer. Verschrikkelijk. Zo jammer dit. Hoezo kan dat bij Rivals dan wel? Ja, ik weet het echt niet. A few inches later. Van die jongens. Hier. Oké. Oké, we zitten er meteen in. Ik wel top 50, 32ste. Ja. Ja, nou, heb je één extra zaadpakket meer. Eén zo'n player, ja, precies. Eén player pikkie meer. En 150k, is toch ook weer een verschilletje? 25k extra. Nou, daar gaan we. Toch voor die ene plek, hè? Toch is het best wel ziek. Nou ja. Het kan ziek zijn. Tot nu toe mag je niet klagen, dus... Nee, jij mag, ja. Heerlijk, maar inderdaad, het klopt wat je zegt. Je hebt ook 15 weken gewoon crisis gehad. Ja, of 10, 12 weet ik het. Maar. Dus het mag ook wel een keertje gewoon helemaal meezitten. Doe maar die man die... Hè, Levi? Ja, mag wel een keer hoor. Ik ga heel onlogisch kijken. 85, Banega. Ja, doe maar. Ja. Het maakt me echt niet zoveel uit, man. Ja, maar zo moet je er misschien ook wel in staan. Uiteindelijk leef je deze toch allemaal in bij die 86 plus. Ja, en dan krijg je weer Navas of zo. Of weet ja, ik weet niet hoeveel. Maar misschien kan ik die straks wel doen. Ik weet niet of ik het heb. Misschien kan ik die volgende week. Want dat is ook wel lekker dat je dan toch nog een eentje extra hebt. En je dan toch weer sneller bij die upgrade bent. Ja, ja, laatste wel zo. Ja, kom maar, even één hele goede. Willian. Firmino. Bobby. Yes. Niet Lukaku. Ah, Firmino, hij is wel 150, 180k waard. Ja, leuk. Ja, dit vind ik prima. Normaal krijg ik 2,79, 1,83 en nog een 85, zoals ik het onder taal. Moet je even kijken of je die upgrade kan doen? Ja, kijk maar, ik denk het niet. Hè. Volgens mij heb ik die vorige week gedaan. Heb ik bij Naldum ingeleverd, kreeg ik bij Naldum terug. Ja, denk daarvoor ook. Had ik Papa Gomez ingeleverd, kreeg ik hem terug. Nah. De vorige keer 2,87 en toen was mijn beste 86. Ja, dat is zo. Volgens mij heb ik hem vorige week gedaan. Ja, ik heb zou je Firmino inleveren? In 3, 4? Oh, ja, ik zou wel. Oh, heb je al die fitness kaarten gewoon? Nee. Het zijn leenspelers. Ja, het zijn leenspelers. Ik dacht al, wat fuck. Die Atal heeft hij voor me gedaan. Oh ja, Maarten zei nog in die groep, zei, jongens, doe allemaal die Atal, want het is het gewoon niet waard als je het zeg maar niet doet. Ja. Ja. Je moet hem gewoon hebben, dus hij was niet thuis. Dus ik was gewoon lekker aan het voetballen, ik wel heb, doe even voor mijn account. Ja, een uurtje voordat die SBC afliep. Ja, doe even snel, ik heb hem nodig. Ja, dat heeft hij 93 pace of zo, hè? Ja, zoiets, maar die kan hem gewoon in de aanval, verdediging, middenveld. Ja, precies, overal. Je kan hem inwisselen op restback, CDM. Ik had bijna deze geopend, ik zweer het. Nou, het was wel een keer leuk geweest voor de afwisseling. Dit is Rivals, hè? Ja. Rivals van Dijk lacht, dat is een heel goed teken vaak. Wanneer lacht hij niet? Hé? Hey? Hey, walkout. Geloof me nou. 35k pack. Lekker man! Prima. Een walkout, gewoon een walkout. Daarom, daarom. Zo bijzonder genoeg. En weg. Atza, kijk, lekker die snelheid erin, heerlijk. Houden we van. Hier had jij Pogba uit, toch? Ja, waarom? Dat is nu weer. Is dat maar zo vreemd? Ja, ziek eigenlijk. Pogba en daarna Son. Echt gestoord. Ja, dat is echt lep. Is weer? Ja, hey, weer. Man. Kom op, jongens. Dit is hem vandaag gewoon. Brazil. Nee, toch? Ja, 88 ook. Prima. Twee keeper walkouts, maar goed. Ja, uit Rivals, überhaupt walkouts is al... Ja, mag ik klopt. Jongens, de dag na kerst, dan komen de cadeautjes pas hier zo. Mag ik hopen dat de cadeautjes nog komen dan? Of, ja, oké. Okay. Maar goed, walkout. Ik bedoel, ik probeer het ook een beetje positief te benaderen even. Ja, kom op. Het maakt me ook niet. Weet ik. Gaat hij weer. Ja hoor, kom op. Weer een walkout. Kom op, ik word er enthousiast van. Eiken! Oh, nee, God! Ik doe joh! Kanus! Hé, maar ik wou nog zeggen, maar ik zeg altijd Eiken. Inderdaad! What the fuck, maar het is het nooit, en nu is het cadeautjes komen op de dag naar kerst. Ja, ik zeg het je. Zo zeer heel leuk. Tantoe leuk. Hé, die staat vet, man. Die gladde haren en dat witte shirt. Ik even een fotootje van maken, man. Wat dik! Dit is wel echt laat me een foto naar Dani sturen, jongens. Holy! Dit is wel echt gruwelijk. Dit is de ziek. Eerste Eiken, jongens. Oh, yo. Hij staat inderdaad wel echt gruwelijk. Dit is toch vet? Ik vind het heel vet. Het lijkt echt op een zieke maffiabaas. Ja, precies. Gruwelijk. Gewoon de Eiken, grap. Dit is echt... Hey, jij nog zeggen, ik ga niks pakken, dit, dat, hier. We waren vorige keer was twee bij Dani. En elk pakketje dat ik open, zegt hij... Eiken, wit. Ja, inderdaad. 84. Helemaal niks. Weet je hoe mooi, wij zaten zo Italiaans. Spit. Wie kan het zijn? Die Immobile, man. Wauw, dit is echt ziek. Hoeveel is hij waard dan? Wat doe je gek? Kijk hoeveel die waard is. Ja, die is denk ik 300k of maximaal 400k. Wow, alsnog. Maakt niet uit, maar het is het idee en toch 2 ton. Het idee gewoon, is al een miljoen waard. Gewoon een item pakken, man. Klopt. Lijp. Ja, echt lijp. Oh. Leuk voor de titel ook. Precies. Ik weet nu wel dat ik het toch maar los ga openen. Ja, sowieso.
Ja, moeten we nog heel even, we gaan heel heel straks één losse outro voor jou. Jij pakte hem weer, hè? Ja, maar hij klikte. Hij klikte. Daar geloof ik niet in, denk ik. Ik wel, maar mijn handen zijn. Je handen zijn geglitcht. Het wordt er weer een. Vier op rij. Nee. Helaas, jongens. Maar dit lijkt net zo wit, toch? Nee, maar precies. Ik zat gewoon weer te denken dat het een eiken was. Ja, dat is ook zo raar. Ik kan het volgens mij niet echt zien of het een eiken is. Nee, ik ga het heel goed terugkijken straks. Ik zag Italië en ik zeg Verratti. Opeens een eiken. Wat zo. Weggooien. Ja, ik wil het zeggen, maar het kan je discarden. Hem kan je niet discarden. Dat is een legend. Laat maar open, jongen. Komt-ie. Nog even system glitchen. Niet op het verkeerde klikken. Nee. Komt-ie, laatste 100k-packie. Come on, jongen. Come on. Willen weer dat walkoutje? Pik, ga weer langzaam. Nee, ik mag helemaal niet meer klagen, dus. Frankie. Genie. Frankie, jij predict hem gewoon. Ja, tuurlijk. Ik weet niet wat hij waard is, 20k misschien. Nou, 85 credit. Daarom. Ja, inderdaad. 15 kaartjes. Lekker man. Oké. Dus je hebt Firmino als player pick, je hebt nog twee walkouts, je hebt een icon. Ja, al krijg ik nu, weet ik veel, 83 onze walkout, maakt me echt niet uit. Ik wil minimaal gewoon ook weer. Je wil hem ook gewoon iets gruwelijks. Ik wil een Benjero van Werner zien. Alleen maar geld. Precies. Geld! Munten. Denk aan het geld! Munten. Geldwolven. Geldwolven, precies. Goed jongens, leef je weer. Toppert. Ja, ik mag jou nog wel. Gewoon qua leeftijd ben je gewoon een talent, maar je bent het grootste talent dat we hebben, denk ik. Mogen we dat zeggen, Jens? Van 50 zo? Ik zeg het ook, dus mij mag het. Onthoud het maar, grootste talent van Nederland met FIFA. We gaan zijn 11 informs aanklikken. Levi, daar gaan we. Ik leg hem neer. We gaan ons even concentreren op het zwarte schermpje. De pakketjes staan klaar met de kerstboom. De deuren zijn open. Het is natuurlijk een walkout 84 plus. Welke vlag is het? Dit is een beetje hetzelfde verhaal als bij jou. Qua rating is het zeg maar precies hetzelfde als bij mij. Kom maar kijken. La Cookie. Ik ben benieuwd. Wat, als er weer ben jij daarachter zit, dan ben ik echt... Precies, daarom. Precies. Ik vind dat Real nu wel weer heel vet ineens. Ja, ik ben ook helemaal geen fan van Real of zo. Maar ik speelde zeg maar eerst met dat Dortmund nu, want daar ben ik fan van die zwarte. Die heb ik ook. En dan speelde ik hier tegen. Maar ik dacht, ik vind die ook echt lijp. Dus ik heb gewoon deze ingesteld om mee te spelen. Dan speel ik tegen een andere. Oké. Doe ze nog wel even door. Nice, ik hou ervan. We klikken door. Kom op. Als het alleen al gewoon Werner is of zo, is dat ook goed. Gewoon die 2 ton of 1,5 ton van Werner. Sorry, je hebt niet hetzelfde helaas. Helaas. Dit is wel jammer. Iets minder. Helaas, ja. Maakt er echt niet uit. Die icon al tering lijn. Ja, als hij niet mee was geweest, dan had je hier nu misschien iets blijer gezeten. Zo van. Oh nee. Vorig jaar had ik Piqué en tot Messi. Dus dit is nog minder erg, zeg maar. Ja, nee, inderdaad. Gewoon een icon, jongens. Daarom. Eerste van het jaar, denk ik, in deze serie ook. Ja. Dan gaan we Lars doen meteen. Ja. Wie had die ook alweer? Ja, Lars heeft hier altijd packluck. Dat is echt leuk. Ja, die komt heel graag, ja. Ja, als ik dit zo heb, dan kom ik ook wel graag. Ja. Thuis haal ik met de 103 waard 280k misschien. Ja, je zegt dat je voorpack aan 110k discard is. Vorige week had ik 280k met op 103 waard. Dat is echt schandalig. Ja, dat is illegaal. Munten inclusief, zeg maar. Ja. Wat? Hoe kan dat, ja? Want deze kon ik letterlijk allemaal discarden. Ja. Allemaal. Je hebt nu weer dan 40k. Lukaku is ook 40, 50k. Ja, wel iets 30k. Zo. 87 in vorm, 30k. Ja, hij is echt met 30k, kijk. Wow. Dat is echt schandalig. Hoe kan dat? Ja, gewoon omdat hij niet draait. Ja. Mensen weten dat je... Met hem kan je niet spelen. Ja. Nee. Je moet even al die hoge ratings deze zo allemaal vandaag verkopen. Maar ze zijn niet allemaal nog. Ah, wel lekker jongens. Het hing in de lucht hier. Ja, vandaag. Prima toch. Icon. Sowieso. Heel vet. 59 agility, doet hij goed. Ja, ga je hem gebruiken, Levi? Als ik ook iets moet bouwen, toch kan ik een vrachtwagen gebruiken. Hij heeft 88 shooting. Hij heeft zich eerst wel echt lijp. Heeft hij niet 2 benen groot trouwens? Nee. Vier. Ah, okay. Dat is wel links. Bijna 2 benen. En het is gewoon een beest, zeg maar. Hij kan koppen. Hij is heel sterk. Maar inderdaad, het is gewoon een vrachtwagen. Gewoon Minecraft speel je met hem, denk ik, als je hem erin zet. Kan gewoon alleen maar zeg maar zo draaien als een vierkant. Die Rooney van iets langer geleden. Ja, inderdaad. Vorig jaar kon je hem nog gebruiken. Kan een beetje springen. Ja, precies. Ja, lijp. Nee, sowieso wel tevreden. Ja, toch. Mag ook wel. Jongens, vergeet Levi niet te volgen. Je Instagram staat hierboven in de beschrijving. Ja, komt goed. Dankjewel ook natuurlijk nog even aan Jens. Heb je de video met Jens gezien? Ga die ook checken, want dat was nog lijper, mogen we wel zeggen. Ja. Niet klagen, zeker niet. We mogen niet klagen. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het langskomen. Uiteraard. Dank zoals dat we mochten komen. Bedankt dat we hier mochten komen, inderdaad. Geen dank. Echt geen dank. En jullie bedankt voor het kijken, jongens. Tot de volgende keer. Adios. Ciao. Ciao.